Yo, welkom bij een nieuwe week update van Brugklas. Ga checken. Vandaag heeft Farid corvée met klasgenoot Bibi. Een taak waar Farid niet bepaald blij mee is. Weet je wat? Ik maak wel schoon, ja? Dan kun jij die vuilniszakken weggooien. Nee, ik doe het wel. Pak ze even snel aan. Pak aan. Yes! Die mogen allemaal weg. Die kan je naar de container brengen. Geef me er gewoon één en echt niemand heeft het door. Oké. Die dingen zijn niet eens over datum, dus ze zijn gewoon goed. Zon om weg te gooien, toch? €1. Oké. Hey, zeg je nou dat je yoghurtjes verkoopt voor 50 cent? Ja. Zou ik er ook eentje mogen? Wil er ook wel een? Dan wil ik er ook wel een. Ja? Allemaal? Ja. Dat is goed, 50 cent. Ze dus waren eerst 1,50, hè? Nou, kijk. Hallo meneer. Hey. Wil je misschien ook een yoghurtje? Lekker? Ik heb gewoon bijna alle yoghurtjes verkocht. Ja, op twee na dan, want ik had zelf ook een beetje honger. Tuurlijk, ga. Mag ik ook naar de wc, meneer? Ja, ik moet ook echt naar de wc. Nee, jongens, stop. Dit gaan we niet doen met z'n drieën tegelijk. Allemaal terug. Kom, ga maar naar de les. Maar ik moet echt. Iedereen is in één keer allemaal misselijk in deze les. Dat gaan we gewoon niet doen. Wat is dit? Hé, wat gaat het? Sorry. Jongens, te eten. Nee, dit slaat nergens op. Jongens, terug. We gaan niet met z'n allen. Hé, jongens. Jongens, wat is hier aan de hand? Waarom zitten jullie niet in de klas? Wat gatsiedarrie? Kan iemand zeggen wat er aan de hand is? Ga anders naar boven, naar de wc. Boven zijn ook wc's. Niet allemaal naar boven, want dan hebben we daar hetzelfde probleem. Het schiet top. Jay, waar ben jij zo ziek van geworden? Jay? Farid? Farid! Farid, ik wil jou spreken! Ja, mevrouw! De jong vroeg of ik die yoghurtjes weg kon gooien. Oh, laat me raden. En dat heb je niet gedaan? Nou, ik wilde het dus wel doen, maar... onderweg naar de containers, toen wou iemand een yoghurtje hebben. Hebben? Kopen bedoel je? Want je hebt ze toch verkocht? Waarom heb jij mij vergiftigd? Ik weet zeker dat Farid het was. Ik weet het zeker. Ik heb het niet expres gedaan. Jij... Je bent bezig voor handarbeid? Nee. Vrijdag ben ik jarig en ik geef feestje. Dus ik heb net al mijn eigen allergie gemaakt. Leuk. Maar... geef je een feestje? Ik ben nog nooit naar een feestje van een meisje op school geweest. Ik word sowieso eigenlijk nooit uitgenodigd op een verjaardag. Nee! Ah, nee! Wat zit jij nou te doen, joh? Gadverdamme! Is dat met... ja hoor, met glitters natuurlijk. Of weet je wat voor plaktroep dat is? Nou, dat krijg ik er nooit meer af. Wie moet dit op gaan ruimen? Ikke. Hé, ga zoiets thuis zitten doen of in het handarbeidlokaal. Dat is toch geen spul om hiermee te gaan zitten werken? Ben je achterlijk of zo? Je ziet niet allemaal wat het troep is, maar ik heb hier letterlijk de hele middag gaan lopen werken, hè? Wat is dit nou? Het slaat ook helemaal nergens op. Alsof het nog niet erg genoeg is. We rapen het gewoon een beetje bij elkaar. En pak jij die? Ja, maar gelukkig ben ik intussen hier. En ik heb allemaal nieuwe spullen gekregen van Bruin Steenkamp. Dus ja, ik kan weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Maar ik ga het toen nooit redden, want ik heb maar één tussenuur. Pieter heeft besloten dat hij meer kan leren van Sophie dan van zijn website in het Engels te vertalen. Natuurtalentje. Ik vind het eigenlijk ook best wel leuk, dit. Echt? Maar dat is meestal. Hè. Kijk, als je iets leuk vindt, dan kun je het meestal vaak ook gewoon heel erg goed. Dat is de laatste. Nee, we moeten er nog eentje, hè? Maar ik heb ze net geteld en het waren er 20. Ja, maar ik wil er toch 21. Wie wil je dan nog meer uitnodigen? Ja, jou. Wat? Wil je mij uitnodigen? Ja, als je het wil tenminste, hè? Ja, natuurlijk. Het lijkt me echt superleuk. Hey. Hey, Timo. Hoi. Alles goed? Ja, gaat goed. Wat ben je laat, gast? Ja, mijn fiets was nog bij de fietsenmaker en best wat vertraging. Ik vind het best raar om weer terug te zijn en eigenlijk alles nog te zien zoals het al was. Dezelfde mensen, dezelfde gangen. Dus je bent weer de oude? Wil je anders wat doen na school? Tenzij je te moe bent natuurlijk. Ja, ik denk dat het wel leuk is. Ik moet alleen even kijken hoe ik me voel. Oké, tuurlijk. Het was eigenlijk best wel vaag. Ik was ook helemaal niet bang om dood te gaan, omdat ik een paar dagen echt
dacht dat ik dood was. Alsof mijn lichaam er wel was, maar ik er niet echt in zat. Ja, vet vaag dus. Maar in die tijd dat ik dus bijna dood was, ben ik ook gaan beseffen wat wel en niet belangrijk is. Ik vind gewoon andere dingen belangrijk. En ik weet niet of verkering nou echt op dit moment iets is wat bij me past. Wil je het uitmaken? Ja, dat weet ik dus niet. Dat is het ook juist. Ik weet het gewoon allemaal nog niet. Of we nog bij elkaar passen. Ja, ik moet er gewoon uitzoeken. Tuurlijk baal ik ervan dat zij zich nu helemaal shit voelt. Maar ik besef ook nu pas dat zij de hele tijd aan mij heeft gedacht. Ondanks dat ik helemaal niet aan haar dacht. Timo twijfelt. Maar ik niet. Luister, het was gewoon een fout, oké? Okay? Ik had met Timo en ik had je niet moeten zoenen. Wel een leuke fout. Hoi. Ik wil wat tegen je zeggen. Oké. Okay. Ik heb namelijk helemaal geen tijd nodig om erover na te denken, want ik weet al wat ik wil. Ik wil gewoon met jou zijn. En niet half, maar gewoon helemaal. Ik wil ook een relatie met jou. 100%. Ik besef het gewoon weer even hoe leuk ik vind. Laten we dan vanaf nu afspreken dat we alleen maar eerlijk tegen elkaar zijn. Ja, ja, tuurlijk. En voor mij ben je ook echt niet veranderd. Je bent nog steeds gewoon een super vage dude. Gaat-ie? Mooi. Moet je niet gewoon door gaan rennen? Ja, zit Bikkel daar naast Timo. En dat is gewoon een kwestie van tijd, totdat ze gaat van... Oh, hey, heb jij nog wat gedaan vorige week? Ja, ik heb met Liz gezoend. Oh, grappig, ik ook. Kan je dan alsjeblieft niks tegen Timo zeggen over wat er is gebeurd vorige week? Hoezo heb je me dan in het algemeen teruggezoend? Het was een fout. Weet je het zeker? Hoe bedoel je, weet ik het zeker? Nou, de meeste mensen die zoenen niet zomaar opeens met een ander, hè? Na school gaat Liz opgewekt richting fietsenstalling. Timo heeft haar geappt dat hij haar wil zien. En Liz denkt wel te weten waarom. Nou, ik ben er hoor. Dat zie ik. Waarom wil je eigenlijk hier afspreken? Is wat meer privé. Praat wat chiller. Ik kan ook wel leukere dingen bedenken dan alleen maar praten. Dat is duidelijk. Wat bedoel je? Nou, met Bikkel kon je dat ook bedenken. Hè? Iets leukers dan alleen praten. Heeft Bikkel dat gezegd? Jij weet wie het heeft gezegd. Is dit zo? Bij vreemd gaan. Ja, dus. Het betekende echt niks voor mij. Het was echt niet belangrijk. Het kwam compleet van zijn kant. En het was gewoon in de tijd dat ik je weinig zag. En ik miste je heel erg. En het is gewoon een beetje ingewikkeld. Het is helemaal niet ingewikkeld. Het is eigenlijk heel makkelijk, lieve Liz. Je hebt vreemd gaan. En het is uit. Het ergste vind ik misschien wel dat ik er via klikker achter moest komen. Serieus, als je het gewoon tegen me had verteld, kon het uitpraten en misschien gewoon... Ik twijfelde ook en ik wilde het tegen je zeggen. Het spijt me, maar... Maar, nu is het te laat. Doei, Liz. Veel te veel zin in mijn feestje straks. Ja, echt superleuk dat we met z'n allen gaan zwemmen. Ja, hè? We mogen toch wel zo lang blijven als we willen? Ja, denk zo. Misschien moet je Luca ook meevragen. Zo? Ik ben wel benieuwd hoe hij eruit ziet in de zwembroek. Zo, ik ken hem amper. Waarom zou ik die nou weer uitnodigen? Nou, misschien omdat je hem leuk vindt. Je tong hangt nog net niet uit je mond als je naar hem kijkt. Hi, Luca. Hier, gooi dit naar hem. Kom je vanmiddag naar mijn feestje? We gaan zwemmen. Maar ze wil dus dat ik dan naar Luca gooi. Ja? Ja, gooi hem. Oeps. Denk jij dat dit grappig is? De propjes is in zijn koffie beland. Echt, geloof me, als ik daarop had gemikt, had ik hem echt nooit geraakt. Echt, never. Nee, sorry, het was niet de bedoeling. Het maakt me helemaal niet uit wat je bedoelt. Maar ik had er alleen kunnen stikken. Je kunt straks nakomen. Hey. Mama die belde om te vertellen dat het zwembad is gesloten. Omdat ze een of andere bacterie of zo hebben gevonden. Maar ik vind het echt debiel. Echt, wat is dit voor dag gewoon? Lekker aan het dweilen, hè? Ja, heerlijk. Moet deze gang nog en dan ook nog de kantine. Dus, kun je volgende keer als je binnenkomt even de voeten vegen, alsjeblieft? Grapje. Nee, maar het is gewoon... Ik ben jarig, snap je? Dus... Ben je jarig? Vandaag? Ja. Maar het is meer een soort van pechdag, want we zouden eigenlijk ook nog naar het zwembad gaan. Maar ja, dat gaat dus niet door. En we zouden daarna ook nog pizza gaan eten, maar dat gaat ook al niet door. En dat terwijl het eigenlijk de beste dag van het hele jaar moet zijn. Ik dacht al, waar blijf je nou? Wacht je op mij? Nou ja, ik wacht op een jarige om een pizza mee te eten. En jij bent jarig, toch? Ja. Sophie zag er echt zo triestig uit.
nakomen op verjaardag, dat vind ik wel echt matig. Er zou een schoolregel moeten zijn dat dit gewoon niet mag. Hoe ik het noem, pizza-restaurant, de fietsenstalling. En oh ja, sorry dat ik geen kaasje heb en dat de pizza een beetje koud is. Kijk, komt ie, hè? Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat ben jij.